Ik heb mijzelf vanochtend al, of vanmiddag, vroeg in de middag, heb ik mij geopenbaard aan het publiek als een cultuurbarbaar. Omdat ik zelden tot nooit in een museum kom. En ik heb net aan jou achter de schermen heb ik ook al een bekentenis gedaan. Namelijk dat ik tot voor kort nog nooit de film van jou had gezien. Maar dat staat je netjes. Ik maak wel vrienden deze dagen. Maar dat is inmiddels veranderd, want wat ik al zei, ik heb dus Vox Populi heb ik als eerste bekeken. En daarna Simon. En ja, ik was eigenlijk benieuwd of dat jij dus inderdaad wel eens mensen waar we het net ook al over hadden, vaker mensen ontmoet die nog nooit een film van jou hebben gezien. Nou ja, steeds vaker natuurlijk, omdat ja, veel van mijn films zijn in vorig decennium gemaakt. Of zelfs nog daarvoor. Dus er zijn veel jonge mensen die het nog niet hebben gezien. En laatst was er bij de Hermitage een viewing van Simon, waar heel veel jonge mensen op afkwamen in Amsterdam. En die waren echt verbaasd over wat een vreemde wereld. En hebben we het dus niet alleen over de wereld in 1988, maar ook die in 2004. Hè, want het is in twee periodes gedraaid. Dus dat is toch voor mij toch wel. Nou, dat leert mij iets over dat de tijden veranderen. Ja, en waren ze ook, als het gaat om Simon, waren ze ook verbaasd over wat er gezegd werd, hoe er dingen gezegd werden? Ja, ook, maar dat vonden ze eigenlijk ook wel, het is ook een beetje een soort van volks, weet je, dus wat is allemaal wat vanuit een, ja, dat hangt er een beetje van af, wat voor sociale afkomst ze hadden. Aan wie je het vraagt, als ze, ja, als ze uit inderdaad. Almere kwamen of uit de Pijp, of de Pijp is nu ook rijk, maar ja. Dan hadden ze waren ze minder verbaasd dan wanneer ze uit een keurige witte wijk kwamen, zeg ja. Maar. Want, nou ja, ik was soms best wel gechoqueerd, wil ik nog net niet zeggen. Maar het gaat natuurlijk over nichten, over negers. Wat yeah. Natuurlijk tegenwoordig, dat woord wordt in veel kringen sowieso niet meer gewaardeerd als je dat, dat in de mond ja. Neemt. Wat ik natuurlijk zojuist wel heb gedaan. Maar, goed, het zijn personages die het zeggen en het gaat uiteindelijk om de boodschap waarin hij... In het begin maakte hij homograppen ten opzichte van de andere hoofdfiguur. Ja. Maar uiteindelijk wordt de allerbeste vrienden, de vrienden der vrienden. Hij moet door een muur heen van rauwheid en ruwheid bij Simon. En ontdekt dan dat, ja, dat daarachter zeg maar vriendschap schuil gaat. Ja. Dat is eigenlijk überhaupt de film. Hè. Het is eigenlijk, Simon is eigenlijk denk ik wel mijn meest politieke film. In die zin dat ik... Omdat ik eerder films gemaakt waar ik veel mee naar het buitenland ging. En toen zeiden ze altijd van ja, wat een aparte soort liberale maatschappij bij jullie. De manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Softdrugsbeleid of dat de ouders van een personage twee vrouwen zijn bijvoorbeeld. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga zo'n film maken over Nederland. Maar ik ga het verpakken als iets anders. Ik ga er een soort buddy movie, coming of age film. Hè. Dus Camille, zeg maar de homoseksuele tandarts, dat is eigenlijk de verteller, de ik-figuur. En hij... wordt volwassen door zijn ontmoeting met Simon en zijn rauwe wereld. En leert vriendschappen te onderhouden, leert verraad goed te maken, wordt vader uiteindelijk. En krijgt verantwoordelijkheid. Dus Simon gaat eigenlijk wel over Nederland in de brede zin. Hè, want er komen dingen voor zoals het homohuwelijk, zoals euthanasie, zoals ons liberale drugsbeleid. En daar ben ik ook heel veel mee naar het buitenland geweest met die film. De film heeft me heel veel gebracht, moet ik zeggen. Geld niet, maar wel heel veel ervaringen in die zin. We hebben de film low budget gemaakt, omdat men aanvankelijk had men er weinig vertrouwen in. Ze vonden het niet geloofwaardig dat een heteroseksuele en homoseksuele man zulke intieme vrienden konden zijn. De meeste omroepen zeiden ja, maar moet hij dan niet latent homoseksueel zijn, dat hij eigenlijk op opvalt? Nee, juist niet, zei ik. Ze zijn vrienden, ondanks dat ze van een verschillende geaardheid zijn. Ja. En toen ben ik heel veel met die film, ik veel naar het buitenland geweest. En ik was dan benieuwd of men door onze exotische culturele elementen, zoals inderdaad het homohuwelijk, euthanasie, ons drugsbeleid, daar doorheen konden kijken en eigenlijk een film zagen over vriendschap. En tot mijn verbazing bleek het dan universeler te zijn dan alleen maar onze cultureel specifieke dingen. Of het nou in India was, of op Cuba, of Thailand, of... Ik geloof dat ik meer dan 30 landen ben geweest. Men zag een film over vriendschap en afscheid. Ja. Was dat ook wat je vooral wilde bereiken met Simon? Ja,
Ja, dit was echt heel bewust een film over Nederland, vermomd als een buddy movie. Ja. Nou, de film is in 2004 uitgekomen, klopt dat? Dat is natuurlijk alweer een tijd geleden. En ik kan me voorstellen voor de mensen dat de meeste mensen hem hier wel hebben gezien. Maar met andere woorden, de mensen zien er oud uit. Dat bedoel ik. Nou, ik score wel echt dubbel punten nu. Maar om het geheugen, laten we het geheugen eventjes opfrissen. Want je hebt een aantal fragmenten meegenomen, onder andere van Simon. En in het volgende fragment leren we Simon eigenlijk in één klap heel goed kennen. Ja, dat is eigenlijk Camille, dus de hoofdfiguur, gaat voor de eerste keer wiet kopen in de koffieshop. Nou, daar zitten de ruwe volkse vrienden van Simon. En dat is een vuurdoop. Helemaal gek van honden, maar ik zou helemaal wauw worden als zo'n ding doodgaat. Hè? Deze buurman is van Sharon. Hé, jongen. En Norris? Oh, stinkt uit je bek, man. Simon was dierenvriend en overtuigd vegetariër. En iedere maand schonk hij een modaal maandsalaris aan de Stichting Aap en aan de Kattenboot. Hij verdiende 10 keer modaal, maar hij presteerde het desondanks om als steuntrekker maandelijks zijn uitkeringscheck te posten. Kijk, ik kom pakken met geld in de economie. Ik consumeer ook nog eens een keer flink. Nou, mag ik dan alsjeblieft af en toe wat terugnemen uit de schaduweconomie? Als ik geen uitkering heb, gaan ze zich toch afvragen waar mijn inkomsten vandaan komen. Ben ik het forsje? Willen we niet, wil jij niet, wil de economie niet. Houd erop. Stop. Je hebt de laatste paar minuten vooral in de berg gereden, man. Echt waar? Ben jij niet van de village people? Hé? Maar zijn die anderen, die indianen en die leernicht, zijn die er ook of niet? Die gaan u een acceptgirokaart sturen. Van de boete die ik u nu ga geven. Meen je dat nou? We zijn nu toch nog goed terechtgekomen, hè, voor zo'n kutband. In 1988 zat Simon goed in zijn vel. Nou. Nederland kampioen, hij koning van de stad en zijn koloniën waren Zandvoort en Thailand. Oh, die kleine meid is nou? 5,5? Joy heet. Vreugde. Ja, die is daar gebleven toen het uitging met thuis een vrouwtje. Toen was ze al zwanger van de tweede. Nelson. Maar die knakker in Zuid-Afrika, weet je wel, die al 10 jaar vast zit. Ik denk toch dat het beste is als ze opgroeien als Thai. Weet je, Thai betekent vrij. Lekker man, tussen de palmpjes. Zonnetje op je knaars, schone lucht. Api in de boom. Goed man. Hey. En waarom is het eigenlijk uitgegaan met je vrouw, vriendin? Siep! Stompen. Wat deed jij daar? Die dikke plofkop uit de straat. Zo. Mag kijken? Ja, vast. Ja, onderweg om een potje lekker te stompen. Ja, dat was een iets later moment dat ik... Kon je het een beetje verstaan? Ja? Oké, ik hier niet zo. Maar goed. En Eddie, ik ben eigenlijk benieuwd, want kijk jij zelf nog wel eens naar Simon? Nou, hij wordt natuurlijk af en toe uitgezonden. De VPRO heeft hem toen voor 10 keer gekocht. Maar ga je er dan klaar voor zitten om te kijken? Nou, de laatste keer wat ik zei was bij de Hermitage. Ja. En dan zag ik het met een jong publiek. En die zit allemaal toch Ja, maar zie je... Dat is toch een soort safari nog. Ja. Maar zie jij dan... Kijk je dan ook zo naar de film van... Oh, dit zou ik nu anders doen? Of... Nou, weet ik niet. Kijk, ik soms denk... Ja goed, Simon is natuurlijk voor weinig geld gemaakt. Het is een low-budget film, hè. Omdat... Soms denk ik, nou, dat hadden we wel wat, met art direction hadden we wat anders gemogen. Maar we hadden 0 art direction budget. Maar goed, ik ben uiteindelijk nog wel blij dat ik het ook low budget gemaakt heb. Het is nog altijd de hoogscore van de Nederlandse film tot nu toe. En de meeste kalveren. Ja. Dus ja, goed dat ik toen doorgezet heb. Ja, dit is zeker een applaus waard. In een interview op Radio 2 in 2020 zei hoofdrolspeler Kees Geel, ik ga citeren, de film zou tegenwoordig niet meer gemaakt kunnen worden. Er zitten grapjes over homo's in, dat kan nu niet meer. Dezelfde mensen die de film toen de lucht inschreven, zouden hem nu helemaal kapot maken. Hoe kijk jij daarnaar? Dat weet ik niet, misschien een enkeling, maar het zijn natuurlijk personages die het zeggen. En zeker in het begin van de film, als hij zeg maar, zich als een stoere figuur ten opzichte van Camille opstelt. Maar op het moment dat Camille zeg maar weerbaar is en de grappen terugmaakt en zo. Hè, bijvoorbeeld op een gegeven moment, Kees zegt een keer tegen
Maar als hij moet hij overgeven, dan zegt hij van, ik ben bang om te kotsen. Zeg, ach, homo's zijn ook overal bang voor, dat soort dingen. Kijk, als je dat los ziet, dan zouden nu mensen zouden aanstoten nemen. Maar binnen de hele, zo praat Simon. Maar ja, hij is het is zijn vriend, er is vertrouwen. En dat is anders als je iets in vertrouwen zegt, dan... Maar jij zegt natuurlijk, het zijn de personages die het zeggen. Maar die personages die zeggen natuurlijk wat jij schrijft. Ja, natuurlijk, ja. We hebben ook films in de oorlog waar er Duitse soldaten onderduikers oppakken. Ja, moet je ze er dan niet inschrijven omdat het, weet je... Nou, dat is natuurlijk de vraag. Natuurlijk, maar hè? Zou jij anno 2022 nog dezelfde grappen willen maken als filmmaker? Het hangt er ook een beetje af van welke tijd het zich afspeelt. Hoe de mensen toen spraken. En je moet wel getrouw zijn aan... het gaat uiteindelijk om de context altijd. Ja, want dat was en inderdaad... En dat is ook, ik denk dat Kees het ook een beetje overdreven stelde. Omdat men ziet het altijd toch wel in de context. Weet je? Het wordt wel heel erg overdreven. Ja, alles is woke, niks kan meer. Maar ik denk de meeste mensen zien dingen in context. Ja, want dat was ook een vraag die zojuist net binnenkwam op het scherm. Mm-hmm. Hij is nu weg, maar dat was een vraag van Siebe. Of dat je nu nog zo vrij zou voelen om een Simon, nou ja, anno 2022 te kunnen maken. Ja, als maker wel natuurlijk. Je moet gewoon je eigen persoonlijk en creatieve geweten laten spreken. Ja. En ja, dat is echt het enige dat telt. Maar jij voelt dus dat die ruimte er... Jij voelt die ruimte nog wel in de maatschappij van nu? Ik denk dat het er is, ja. Oké. En het gaat dan natuurlijk... want je had het net over omroepen. En dat je eigenlijk obstakels tegenkomt. En dan gaat het natuurlijk ook over waar de macht ligt. Waar, waar het geld is, van wie ja, je geld... Ja, waar geld is vooral. Ja, precies. Ja, ja, het is best lastig, omdat ook bij Simon al... Kijk, Simon is natuurlijk een personage gedreven, character-driven film. Dat gaat over... Of een mens gaat minder over plot. En tegenwoordig de markt... vereist dat plot belangrijk is. Terwijl ik denk, de films waar ik graag naar kijk, dat zijn mensen belangrijk, dat zijn vaak zeden schetsen. En dat zijn de films die ik graag zie. Ja, dus maar dat is best moeilijk hoor, dat is ingewikkeld. Maar beïnvloedt dat ook de keuzes die je maakt als filmmaker? Nee, maar het beïnvloedt wel het feit of je filmmaker kan blijven. Hmm. Als je dus inderdaad, als je daar niet naar schikt, dan levert dat hele grote schulden op en... Dan moet je op een gegeven moment beseffen dat je geen filmmaker meer kunt blijven. Dus jij schikt je toch dan? Nee, ik neem de consequentie dat ik dan geen filmmaker meer kan blijven. Oké, maar je bent nog wel actief, toch? De kans is 80-90% dat ik een ex-filmmaker ben. Op dit moment? Oké. Dat leg ik zo uit aan het einde. Ja. Cliffhanger. Ja. Hartstikke goed. En ik wil nog heel even terugkomen over die grappen. Opmerkingen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Simon. Is dat iets wat zou kunnen bijdragen aan polarisatie? Nee, dat ligt er ook. Weet je, het zijn allemaal... Wat is polarisatie? Maatschappij is polarisatie. Ideeën ten opzichte van elkaar. Een ideale maatschappij, dat is een open strijd van ideeën, waarbij het beste idee aan invloed wint. Zo werkt gewoon een open samenleving. En over het algemeen, we hebben een vrij humane samenleving, een bijzondere niche in de tijd. Ik denk dat we het vrij aardig doen. Ik denk dat er valt nog heel veel te verbeteren. Maar ik heb veel in mijn leven mogen reizen en zo'n soort samenleving ben ik nog niet vaak tegengekomen. En wat maakt Nederland dan zo... uniek? Nou ja, in jouw ogen? Vrijzinnig, nuchter. Kijk, het kan natuurlijk altijd beter. We hebben nu ook allemaal gedoe met Baudet en dat soort dingen. Weet je. Er is ook veel polarisatie en fake news. Maar ik denk toch dat, als je naar Nederland kijkt, is toch denk ik dat ook bijvoorbeeld qua integratie, wij doen het echt veel beter dan onze buurlanden. Want wij kennen al onze probleemwijken nog bij naam. Daar hoef je voor in Duitsland of Frankrijk of Zweden niet mee aan te komen. Wij doen het eigenlijk best wel goed. Een geluid dat je niet zo vaak hoort. Nee, maar ik denk als je een beetje bredere scope overzicht, dan denk ik dat we redelijk met elkaar door een deur kunnen. Ja. Nogmaals, als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie die insturen. Eddie, zie jij je als filmmaker... Oh, nou, even kijken.
Welke mensen zou je vandaag willen portretteren? Wiens verhaal moet nog verteld worden? Ja, ik ben niet zo van de biopics. Ik wil liever mijn eigen wereld schelen. Dat is het monomane dat sommige filmmakers hebben. Ze denken dat ze hun eigen wereld kunnen scheppen en dat dat dan interessant genoeg is. Dus ik creëer liever personages. Maar je had het net over, je haalde net Baudet aan. Ja. Baudet. Haalde je aan, zou daar misschien niet per se over hem, maar het fenomeen? Ach, dat zal hij zelf op een gegeven moment wel doen. Dus dat is niet meer nodig. Ja, daar zie ik hem ook wel voor aan, inderdaad. Oké, okay. Nou, dan laten we dat aan hem over. Eddie, ben jij als filmmaker volgend of loop je vooral op de troepen vooruit? Ja, weet je, ik doe altijd wat ik zelf... Ik zeg altijd tegen studenten, zeg ik altijd, je moet films maken alsof je zelf het publiek bent. Maak de film die jij wil zien. En er is altijd een publiek dat zo is zoals jij. Dat kunnen er 1000 zijn, dat kunnen er 1 miljoen zijn. Dan heeft het een handteken. Probeer geen dingen na te doen. Mm-hmm. Maak iets dat jij belangrijk vindt op de manier zoals jij het wil. Ja. En dat is ook een recept voor totale armoede, maar toch, ik moet het je toch vertellen. Maar dat geeft ook wel aan, ondanks dat het geld er dus niet is, dat je dus wel echt passie ervoor hebt. Ja. Ik heb laatst uitgerekend het script van onze serie die we gemaakt hebben. Dat heeft even lang geduurd als het te voet van Amsterdam naar Karachi. Het schrijven alleen al, het financieren duurt nog langer. Daar had je gewoon zin in om dat even uit te rekenen? Totaal niet. Oké. En als we bijvoorbeeld kijken naar jouw film Vox Populi, uitgekomen in 2007. Mm-hmm. Ja. Is dat een film waarin je vooral volgend was of signalerend? Nou, in die zin is de film, zo gaat het bij film, Simon door de 4 jaar om te financieren deze 3 jaar. Dat was het 3 jaar daarvoor geschreven. Toen zag je al een beetje het opportunisme in Den Haag. Eigenlijk is Vox Populi, hoewel het over de politiek gaat, een iets minder politieke film, omdat die wat neutraler is. Dat gaat dan meer over de ideeënloosheid in Den Haag. Hè, de balans tussen populistisch en elitaristisch en daar een beetje mee spelen, grappen maken. Er komt een politicus, Tom Jansen, hij lijkt een beetje op Hans van Mierlo. Hij zit bij de partij Rood-Groen. En die komt in een volkse familie in Amsterdam-Noord terecht, een beetje zoals mijn familie is. En ik heb dat natuurlijk meegemaakt. Ik ben PvdA'er en ik ken veel PvdA-politici. En die liet ik dan kennis maken met mijn familie, die uit een andere sociale laag zit, die echt wantrouwend zijn naar politiek. Maar toch ontstaan er vaak leuke dingen en vriendschappen en dan blijkt die man toch wel mee te vallen, weet je. En nou, daar gaat eigenlijk Vox Populi over. Over iemand vanuit een andere sociale laag die in een meer volksomgeving terechtkomt. En daar ideeën uit put, soms net te veel. Ja. En ook daar hebben we fragmenten van. Laten we even kijken. Nou, kom een keer kijken. Vrijdag heb ik een try-out voor een toneelstuk. Oh joh, maar ik ben helemaal geen toneelkijker. Johnny speelt een ingewikkelde toneel. Is het van het hele ingewikkelde toneel? Ja, voor jou wel. Iemand uit een grachtengordel en die doet aan toneel. Kan ik nog iemand meenemen? En dan neemt zijn ouders mee. Kom, held van Athene, laat ons laven aan de wijn. De morgenstond dreigt aan de einder. Vanaf nu is de morgenstond uniek. Omdat zij wellicht onze laatste is, is dit een unieke gebeurtenis. Laat het ons beleven in de roes van de wijn. Ik ben je vader, mijn dierbare Agamemnon. Zoals de stad in al haar praal. Beetje een 0-0 wedstrijd. Zie, het is Helena, de mooiste vrouw van Troje. Het baren van zonen is het baren van strijders. De stad is 2 jaar geslachten en daarom bevrucht het zichzelf in een volgende golf van vuur, wat weer bevrucht wordt met water. Is toch een vent? En dan brandt het water weer. Komt die door de hittegolf of is het bananensplit? Nou, dat stond je zo schattig, vond ik. Ik heb het wel eens gezien in een blad. Een vrouw in een pak. Maar ja, je moet dat dan ook nog durven natuurlijk. Mm, ja. Sorry trouwens dat mijn vader zo doorheen zat te tetteren. Op het toneel hoor je dat helemaal niet, joh. Dan zit je helemaal in een soort roes of zo, hè? Als het goed is. Nico die wil zich altijd overal tegenaan bemoeien. En hij kan er helemaal niet tegen als een man een vrouw speelt. Of een vrouw een man. Onder andere. Het is ook niet helemaal jouw ding, geloof ik. Ik ben geen toneelkijker. Nou, had ik al gezegd. Ja. Dat was u toch, die dat zei? Dat is een vent. Wat dan? Van die dingen die je zelf graag zou willen zeggen, maar niet durft. Bravo en hulde.
dat is mijn vader. Ja, die vindt het ook helemaal niks, hoor. Dit soort toneel komt uit beleefdheid. Hij is toch van de... rood-groene? Ja. Nou, hij is een echte vriend van mijn vader. Ja? Maar niet juist. Nou, ik ken die goede man niet persoonlijk, man. Ja, ik heb verder niks met politiek. Hij heeft niks met politiek. Geen enkele partij. Geen enkele partij, hoor. Zuiver gespeeld. Bijna te mooi. Maar dat stoorde me niet. Nou, dankjewel. Nou, dat is een compliment, hè? Ja, deze familie uit Amsterdam-Noord is dus niet erg bekend met toneel. Ik schat zo in dat ze... Dat is een beetje zoals mijn familie. Ja, of zoals ik. Ik kan me zo voorstellen dat ze ook niet heel erg bekend zullen zijn met musea. Nee. Wat zouden musea kunnen doen in jouw optiek om mensen zoals in deze familie te kunnen trekken naar het museum? Het is heel erg moeilijk, want mensen met, laten we zeggen, onze achtergrond of zo, die zijn niet heel erg snel genegen om daarheen te gaan. Maar ik merk ook, omdat ik ook, ik doe veel, laten we zeggen, jeugdfilmfestivals of begeleid aan jongeren als van verschillende scholen, ook dus uit de moeilijke postcodes, hè, de Wesley's en de Ahmed's en zo. Maar je ziet dat er wel latent heel veel passie en creatief talent is. En ook, je ziet vaak de films die zij dan maken, de korte films of de langere films, dat ze goed kunnen spelen. En er zijn vaak jongens en meisjes van de straat. Het gaat ook wel heel vaak over hun ervaringswereld. Hè. Als het een soort witte school is, zijn vaak meisjes en die doen een soort Franse film na. Dat zijn rauwere films die bijvoorbeeld in Almere of in Purmerend worden gemaakt. Maar het zijn vaak hele ervaren kijkers. En je moet ze zeker technisch niet onderschatten. Die kinderen die... daarom zou ik altijd zeggen, zowel bij kunstopleiding als... Weet je, ga die wijken in. Weet je, probeer mensen geïnteresseerd te maken. Want het is er wel degelijk. Ze hebben echt passie voor dingen. En zeg je daarbij dan ook dus vroeg beginnen? Ja. Dat is denk ik gewoon, wat hebben we, sociaal-democratische verheffing. Ja, je moet inderdaad van de moeilijkere postcodes, daar moet je inderdaad werk van maken om mensen daarbij te betrekken. Ja, en jij vertelt dus eigenlijk hoe je als filmmaker dus al de kijker zo jong mogelijk aan je bindt. Mm-hmm. Dat was ook inderdaad een vraag die is binnengekomen. Want wat kunnen musea nou van de filmwereld op dat vlak leren? Nou ja, het is communicatie, de filmwereld. Ja, filmwereld is... Ik weet niet of je van de filmwereld heel veel kan leren. Dat is wel erg commercieel gericht en formulematig. Ik denk juist dat je de onconventionele dingen moet proberen. Zoals? Heb je daar... Ja. Nou, dat je dus... Ja, je kan echt letterlijk een keer die wijken in of zo, weet je. Okay. Dat soort dingen. Dus dat zou je eigenlijk ook... Ja, met Postbus 51 filmpjes ga je het niet redden. Nee. Je moet echt fysiek er naartoe, naar die scholen toe en dingen. Ja, ja. Oké, dan wil ik door naar een fragment van Rent a Friend, een film uit 2000. Ja. Waarom dit fragment? Nou, dat was ook best een politieke film in de zin dat het een commentaar was op de markt, dat alles... merchandise is ook vriendschap. En hier zie je iemand begint een vriendenverhuurbedrijf. En hier is iemand die houdt van Duits voetbal. En die moet dan een vriend inhuren om met hem Duits voetbal te gaan kijken. Want niemand is voor Duitsland, maar hij wel. Dus Mark van Uggelen, een vriend van mij die onlangs is overleden, een aantal jaar geleden. Bert Pirmasini, die speelt dus de Duitse voetbalfan, is ook overleden. Dus als ode aan deze beide vrienden wil ik dit stukje laten zien. Dat was zu leichtfertig. Hans. Da war ja wieder ein Portugiese dazwischen. Mensch, das ist doch Falschspiel, Hans. Ah ja. Scheiße, das ist Freistoß. Die Optie von einer halben Uhr, hè? Die 90 Minuten fast vorüber. Ist von eventuell verlängert. Ja, heb ein bisschen Vertrauen. Ja, ich kann scoren, ich weiß es sicher. Ja, ja, ja. 2 Minuten. Endlich über die Flanke. Die Flanke. Ja, komm mal, die Flanke, komm mal. Ja, richtig, die Flanke. Die Flanke. Ja, gut, ist gut. Hans, ist gut. Es ist gut. Und das 1-0. Oi, 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 war das aber zittern. Hochverdient, man kann nichts anderes sagen. Die Nagel hat auf der Stelle noch überwunden. Louis Freistoß.
der Bundestrainer Kunz zum Feiern. Shit. So schön habe ich seit Jahren gesehen. Ja, ik vond het een hele grappige scène. Eddie, in films en series zien we veel uitvergrotingen en stereotyperingen. Nou, hier zeker. Ja, zeker. Ja. Hoe groot is jouw verantwoordelijkheid als filmmaker als het gaat om beeldvorming in de maatschappij? Nou, ik zie als we dan onze gemeenschappen, de Jordaanese en de Marokkaanse gemeenschap, worden eigenlijk altijd een beetje als een soort boefjes neergezet. Of we schieten elkaar af in een of andere Mokromafia. Mokromafia, penozen, weet ik wat allemaal. Of Jordaanese gaan zoals een soort oude kereltjes zingen in een café. Het is allemaal weinig verheffend. Maar, of ze zijn Holleder, of weet ik veel wat. Dat is nou ook, het zijn allemaal Jordaanese, daar niet van, maar goed. En ik wilde daardoor een keer een serie maken die eigenlijk de geschiedenis van Nederland vanaf de 60er jaren vertelt, vanaf het begin van de migratie. Ik volg drie families eigenlijk door de 60er jaren, de hippietijd, de Bachwan komt erin voor, de krakerstijd tot en met Fortuin, de bankencrisis, alles tot en met nu corona. Dus eigenlijk een beetje zoals La Meglio Gioventù of Heimat, maar dan over Nederland. Waarin inderdaad ook een van de drie verhalen is een Berberse familie. We hebben dat samen ontwikkeld met Aziz Aynan en Said al-Hadji. Ook om een keer een verhaal over die gemeenschap te vertellen die niet weer gaat over radicalisering, niet weer gaat over racisme, niet weer gaat over maffia, maar gewoon een migratieverhaal van mensen van vlees en bloed. Nou ja, en zo hebben we drie verhalen erin en die families die vermengen elkaar uiteindelijk. En ja, het is echt een mooie epos. En we wilden het toen, de Afro-Tros wilden het hebben, het werd toen tegengehouden door de NPO na 2 jaar. Waarom weet je nooit, waarschijnlijk te duur, weet ik veel. Toen BNNVARA 2 jaar ontwikkeld. Ook aan de NPO gevraagd, mocht ook niet. Want de omroepen hebben niet zo heel veel meer te vertellen eigenlijk. Toen heeft Videoland, die vroeger mogen wij hem proberen te financieren, dat was toen gelukt via RTL. En nou, dat was ook aangekondigd in april dat we hem gingen maken. We hebben flink in de voorbereiding. Dat ook heel veel met special effects waar we aan begonnen. Omdat je moet een andere tijd neerzetten. 60er jaren, 70er jaren. Dus dat is heel veel met grafisch. Hè. Bijvoorbeeld de pier in Scheveningen moet in 1969 worden neergezet. Muziek uit die tijd. Dus echt gewoon de nationale serie. Was die. En op een gegeven moment zei RTL, ja, we hebben er geen geld meer voor. Mensen hebben abonnementsproblemen, gas en dingen en dus ook Videoland ving bot, dus zowel die omroep als Videoland. En, maar wij zijn koppig, we willen alsnog proberen om het te doen. Alsnog, net als bij Simon. In principe ben ik ex-filmmaker, omdat ik kan me financieel niet meer permitteren om nog een keer iets te gaan ontwikkelen zonder dat ik daar salaris voor krijg. Dus dan moet ik een ander vak zoeken. Dat kan, want ik heb... gezond van lijf en leden. Maar we willen het alsnog proberen om het gefinancierd te krijgen. En op welke deur ga je dan kloppen? Nou, van alles. Kijk, er zijn de dramaafdelingen van zowel de commerciële als de... die willen allemaal wel, alleen die hebben een bestuurlijk iets. En het is best wel duur. En wij willen dus proberen om er nog wat geld bij te vinden. Dus mochten er culturele ondernemers zijn of mensen die deel willen zijn van een... van een avontuur, of die denken van ik ben een netwerk of ik heb een netwerk of ik heb een idee hoe dat kan. Dan kloppen ze zo meteen kloppen ze zo bij mij aan of, bij de borrel. Mijn naam gmail@gmail.com. editorstel@gmail.com. Maar als je erover gaat nadenken, dan is het eigenlijk toch gek dat een van de bekendste Nederlandse filmmakers zoveel moeite heeft om dit project van de grond te krijgen. Elk project, dat was met Simon ook al. Ik heb 1 film voor een normaal budget gemaakt. Maar goed, dat toen is had je veel minder credits dan dat je dat nu natuurlijk hebt. Ja, maar die heb ik nu ook niet echt hoor. Nee, het gaat niet meer. Het nee, niet gaat zo? Niet zozeer om de maker, het gaat meer om de formule. Is het een romcom? Is het een pief, paf, poef? Of maar is ja, het juist bij de publieke omroep wordt er ook heel veel gesproken over inclusiviteit. Ja. Iedereen erbij betrekken. Dus ja, juist als je het hebt over een verhaal waarbij het nou bijvoorbeeld dan over Jordanezen of mensen uit de Marokkaanse gemeenschappen, eens een keertje niet gaat over de problemen. Maar ook niet op een verkrampte manier. Want ik las laatst dat bij Disney op een gegeven moment hadden ze een regel dat je meer dan de helft van de personages moet of een etnische achtergrond hebben of niet hetero zijn. Ja. Toen dachten we, een rare regel, dat maak er toch zelf uit. Maar toen ging ik naar mijn serie kijken
Ik dacht, oh nee, ik voldoe daar ruim aan. Maar zonder dat het opgelegd is. Weet je, als je verhalen in deze tijd, als je om je heen kijkt. Maar jij bent je daar bewust van natuurlijk. Nou ja, ik maak wat woke, ik zie, wat ik hoor, wat ik meemaak. Ja, maar ja, je bent je er natuurlijk, daar begint het denk ik wel bij een stukje bewustwording. Ja, ja. Nou, ik woon inmiddels ook in de Jordaan, dat is inmiddels ook een hele witte juppiewijk. Iedereen stemt daar D66 en GroenLinks en heeft wat geld. Maar vroeger was het natuurlijk best wel een arbeiderswijk. Mijn opa die is op een verdieping met 12 broers en zusters. Maar goed, het groot deel van de familie woont wel in allemaal gekleurde wijken. En dat is een beetje wat er nu in Nederland aan de hand is. Dat mengt eigenlijk al behoorlijk. Hè. Die mensen die, laten we zeggen, die denken of bijeen of PVV stemmen, over het algemeen delen die de werkvloer. Over het algemeen delen die de sportverenigingen. Gaan maken kinderen samen. Het is inderdaad wel, dat zijn de netwerklozen, de mensen met minder netwerk, die kunnen alle kleuren hebben, ook wit. En die zijn al met elkaar verbonden door de plek. En door waar ze leven en hoe ze leven. Ja, dus het gaat eigenlijk best wel goed. Maar misschien wordt het in de media wordt het vaak negatief neergezet in de politiek. Ja, maar we zijn ook een beetje aan het ver-Amerikaniseren. Ik denk dat we ons toch iets meer op continentaal Europa moeten richten. Ja. En onze meer, iets meer ontspannen manier van elkaar als mens te zien. Nou, dat vind ik een mooie boodschap om mee te eindigen. Dankjewel, Eddie.